Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tess Madeleine en ik ben onderweg naar Papendrecht voor de allerlaatste Social Squad. Dit is de laatste alweer, jongens. Want is deze tour snel voorbij gegaan. Het heeft gewoon een half jaar geduurd. Ik kom vandaag vanuit mijn studio in Arnhem. Dus daarom dat ik nu al in de trein zit tussen Utrecht en Rotterdam. Yay! Goed. Ga je er zelf mee? Ik heb dus mijn telefoon, gimbal en alles meegenomen, dus ik kan als het goed is vandaag betere beelden gaan maken of ze moeten bij het theater moeilijk gaan doen. Maar Aniek en zo, die weten natuurlijk dat ik film en zo, dus komt al goed. Nou jongens, Roosje is er. Hallo, hoi vlog! Jongens, ik heb officieel meelijden met alle mensen in de rij van het toilet. Welkom bij een nieuwe Social Squad vlog. Welkom bij Social Squad. We hopen dat jullie er klaar voor zijn. Geniet ervan en veel plezier. Ja. Hier is Social Squad. Ja. Dat weet ik niet. Jesse? Jesse? Ja, jongens, ik kom er al. Wie is er aan de hand? Ze zit er al. Ja, ze zit er al. Ik dacht dat wij gehaald zouden worden, jongens. Ja, dat dacht ik ook. Huh? Nee, ook. Hoe bedoel je dat, dacht je? Maar... Nou, ja. Goedenavond, Papendrecht. Lekker gênant dit ook weer. Maar Aniek, er zitten toch al mensen in de zaal? Ja. We kunnen toch moeilijk zeggen, oh, wacht nog heel even op ons. Wij gaan eens even omkleden. Nee, zo werkt het niet. Kijk, het voordeel is dat de mensen wisten dat ze naar een TikTok-show kwamen kijken. True. En dus naar TikTokers. True. En waarschijnlijk op voorhand niet gedacht hadden dat wij de beste acteurs ooit waren. True. True. Hey, Papendrecht. Zijn jullie daar een beetje klaar voor? Ja! Markie, ben jij er klaar voor? Laten we het doen! Nou, dan zeggen wij... Welkom bij Social Squad! Wat leuk dat we naar het Theater de Willem zijn gekomen. Ja, Aniek, het is echt superleuk dat wij vandaag in Theater de Willem zijn. Ja. En weet jij wat Theater de Willem zo speciaal maakt? Dat ga jij mij vast vertellen. Dat ga ik jou inderdaad vertellen. En dat ga ik de mensen in het publiek ook vertellen. Want, dames en heren, wij zijn namelijk met Social Squad al een half jaar lang aan het toeren. We hebben al een half jaar lang mensen in de zaal mogen ontvangen, jullie blije gezichten mogen zien. En vandaag in Papendrecht is voor ons het allerlaatste feestje van Social Squad. De allerlaatste keer dat wij ons verhaal aan jullie mogen vertellen en dat we met jullie mogen zingen, dansen, lachen, gek doen, alles. En sorry, maar Papendrecht, het is toch super speciaal dat dat hier kan? Halen en gaan wij optimaal genieten. Want voor de mensen in de zaal, wie van jullie is er al een keertje naar Social Squad geweest? Hey. Wie is er meer dan 2 keer naar Social Squad geweest? Wie is er meer dan 3 keer naar Social Squad geweest? Wie is er meer dan 55 keer naar Social Squad geweest? Ja, dat is toch super leuk. En ik dacht, als wij hier in Theater de Willem mogen staan in Papendrecht, dan moeten we wel ook even aan het publiek laten merken dat we ons best hebben gedaan om hier te mogen staan. Dus vanmiddag kwam ik hier binnen en ik zei tegen de mensen van het theater, ja, wat kon ik nou eigenlijk vanavond vertellen? En toen... Oh, je bent al klaar. Ja, ik ben al klaar. Ik wilde vanaf jongs af aan eigenlijk al televisiepresentator worden. Televisiepresentator? Voor wat voor programma's dan? Nederland in beweging! Lingo! Dit is een kunst, denk ik. Ja! Namens de grote spelprogramma's natuurlijk. Kijk, ik hou van Holland. The Masked Singer, ook wat een jaar. Dat soort programma's. Oh. Ik snap het. Maar Jesse, als je dat zo graag wilt, waarom heb je ons dan dat nog nooit eerder verteld? Ja. Ja, dat kunnen Aniek en ik
toch best voor jou regelen? Oh echt? Ja, tuurlijk! We staan in het theater. Alles kan in het theater. Ja, dames en heren! Het is zaterdagavond, 10 voor 8. De spanning is op de snijden! Oh, ik weet je voor een beetje over het theater willen, mag ik even niet kunnen vertellen. Nee, niet doen, want wij gaan beginnen met de TikTok-quiz! Hier is jullie host, Jessica van Mieren! Goedenavond allemaal en welkom bij de TikTok-quiz. De quiz die gaat over TikTok, TikTokers, dansjes, sketches, noem het maar op. En ik voel het hier al, de spanning is hier aan te snijden. Papendrecht, zijn we er klaar voor? Ja! Nice. Oké, ik zie twee keer Aniek. Waarom denken jullie Aniek? Ja, Lise denkt Aniek, of wij denken Aniek, omdat ze Aniek het meest op haar eigen For You page ziet. Oké, okay. Ja. Dat is eigenlijk een geldige reactie. Dat is een geldige reactie. En ja. Zou je nog wat vertellen? Je hebt het ook nog goed! Ja, jongens! Kijk eens aan, ze hebben allebei een puntje. Aniek, je hebt meer dan 1 miljoen volgers. Ja. Wat een prestatie. I know, sterker nog Jesse van Wieren. Ik heb niet 1 keer de 1 miljoen volgers gehaald. Nee. Ik heb 2 keer de 1 miljoen volgers gehaald. Vraag nummer 2 is een bijzondere vraag. Kijk eens aan. Oh. Ja, dat is een kip. Ja. Hoi. Oké. Deze vraag ga ik even uitleggen. Dit is de kipvraag. Jullie krijgen zo'n vraag te horen en weet je het antwoord op de vraag, dan ren je naar de kip, knijp je erin en mag je antwoord geven. Is je antwoord goed, krijg je een punt. Is je antwoord fout, gaat de beurt naar het andere team. Oké. Start maar in. Goed luisteren. Verdwenen, heb gelukkig geen visum nodig om bij je te vliegen. Zeg maar, Sian, alsjeblieft. Weet jij dit? Het. Mag ik Jesse in mijn team hebben? Nee. Zeg maar, Sian, alsjeblieft. Deze vrienden. Weten jullie dit? Nee! Ja, Eurobarbie, hoe gaat dit door? Alsjeblieft! Maar dit is pas 2 dagen uit! Zeg maar, Sian, alsjeblieft. Deze. Nee, dat is niet hetzelfde. Zeg maar, Sian, alsjeblieft. Deze vrienden. Ja, wacht. Ah, oké, kijk. Wacht. Ik weet dat hierna komt. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik doodga. Europa, dat weet ik. Maar ik weet niet wat er komt na zeg merci en alsjeblieft. Dan komt er huppel de puppel de pup. Welkom in Europa. Maar ik weet niet wat ertussen komt. Krijg ik een punt als ik het dansje. Geef Emma een hint. Ja. Oké. Okay. Oh, ga je het dansje doen? Ik doe het dansje. Yes, we gaan wel zingen. Ja. 3, 2, 1. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa, papa, Europa, papa. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa, papa, Europa, papa. Ja, oké, hier krijg ik een punt voor, maar we gaan wel even luisteren wat hierna komt. En ik vind wel, we gaan met z'n allen even klappen, want Joost gaat voor ons natuurlijk naar het Eurovisie. Oké. Zit een vrouw hier op de eerste rij die zegt, die gaat mijn klap verkopen. Ja, dat zou ook kunnen. Zou zomaar kunnen. Ja? Door welke woorden is Sam Kroon bekend geworden? Wat zei die? Wat weet jij veel? Hey Marco, hi, prima. Jij bent een talentje, jij hebt het helemaal goed. Dames en heren, het is nu aan jullie. Jullie mogen nu een kant kiezen. Dus ik geef jullie even de tijd om even na te denken. Want deze quiz, we willen wel een winnares in dit geval. Want deze quiz is heel hard! Welke? Hij is keihard. Dus we willen gewoon een winnaar. Dus kies even een kant. Die kant af. Oké. Ik denk dat iedereen wel een kant heeft gekozen. We gaan eerst klappen voor Team Tok. Nee, eerst voor Team Tik en dan voor Team Tok. Sorry. Oké. De fans van Team Tik, laat je horen in 3, 2, 1! Oké. Prima. Prima. Daar gaan we, voor Team Tok. Fans van Team Tok, laat je horen in 3, 2, 1! De winnaar van onze laatste TikTok-quiz is geworden... TikTok! Wat je denkt dat
normaal is, verandert constant. Ja, en dat alles veel beter met de tijd is geworden. Alles lekker op de telefoon. Ja, Jesse, wel alles inderdaad lekker op je telefoon. Maar beter, ik denk niet voor iedere generatie. Nee, dus de volgende keer als je opa, je oma, je mama of je papa niet weet waar jij het over hebt wat betreft technologie, niet boos worden. Denk terug aan dit moment en leg het ze uit. We zijn er nu bijna, je bent al volleerd, het einde komt bijna eraan. Kom bij graag op voorstel met Tini, meneer. Of niet, Aniek? Ja, het zit namelijk niet alleen verstopt in een doos. Nee, dat zou veel te makkelijk zijn. Ja, het zit wel verstopt in een doos. Maar ook nog eens in slijm. Ja, superleuk. Kom lekker mee met tante Emma. Kom, kom. Nou, dan gaan wij met de hele zaal aftellen. Van 3, 2, 1. En mama! Een elastiek? Ja, niet helemaal. Zou ik jullie een hint geven? Oké, goed opletten, hè? Oké. Slang. Een echte? Ja. Een rubberen slang, dat is helemaal goed! Inderdaad. Oh. Ja, het is inderdaad. Geloof mij maar, hier zit een rubberen slang. Een rubberen nepslang. Ja. Kijk, we krijgen natuurlijk een handdoek. Hé, hey Emma. Hé, hey Jesse. Wil je ook een stukje taart? Taart? Ja. Jesse, we zijn bezig met een voorstelling. Je gaat toch niet nu een stuk taart zitten eten? Oh, moet jij maar eens opletten. Jawel. Ja, natuurlijk niet. Jawel. Helemaal. Jawel, 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 jawel. Want de mensen in de zaal, ja, die gaan denken. Oh, Emma, ja, die houdt vast van taart. Weet je wat? Het is hier één groot taartfeestje. Waarom geven we niet iedereen een stuk taart? Oh, 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 oh. Wat hoor ik daar? Wat hoor ik daar? Gaat daar nou het taartalarm af? Het taartalarm gaat af! Ja, nee, dus ik hoef geen stukje taart, Jesse. Oké, nee, dan eet ik hem zelf. Ja, is goed. Ja, dankjewel. Smakelijk. Ja, zij is echt gek. Emma, wil jij een stuk van mijn bossenbol? Zeg jij nou dat ik op een bossenbol ben gaan lijken? Nee. Grapje. Ja, Aniek, ik eet toch geen bossenbollen? Want bossenbollen zijn... Brabant. En ik ben... Limburg. Inderdaad, ja, dus geen bossenbol voor mij. Ja. Ja, ik heb jullie wel door. Ja. Ja, jullie denken. Hey. Oh. Emma. Ja. Die komt uit Limburg. Dus zij is vast een wandelende fly! Ik zei het, ze is echt gek. Nee, ik hoef geen stukje taart of een bossenbol. Gaat het goed met je? Ja hoor, alles prima. Ja, nou ja, je reageert wel. Oh, vind je? Moet je niet gewoon scheid hebben aan al die meningen en doen wat je leuk vindt? Hola, je niet moeten doen. Hey, Stan, Sam en Monica. Zo zie je maar, niet alles op het internet is zoals het lijkt. Hashtag female. Of er tussen hun nog een samenwerking komt, geen idee. Dus hou ons nieuws kanaal in de gaten. Dankjewel voor het kijken en voor de tijd. Mijn naam is Tineke Tom. Tot de volgende keer. Hey, Tom. Dit is onze laatste show. En dan willen we natuurlijk met de klappen eruit gaan. Dus ik wil even van je weten, kan je echt heel hard slaan? Oei. Beter? Nou kijk, dan is dat helemaal top. Kijk eens aan. Dankjewel. Kijk eens, wat gaan deze. Oké. Okay. Oh, dit zijn ook echt verse reps. Je mag hier gaan staan met je gezicht naar het publiek toe. Oké, okay, kijk eens aan. Ik ga voor de mensen in de zaal die nog niet weten wat deze challenge inhoudt. Zij nemen alle drie een hele flinke slok water in de mond. En dan gaan ze elkaar ons de beurt slaan met de rap. Aniek, jij slaat Tom. Tom, jij slaat op je allerhardst Emma. Goed om te weten op deze bank. Want daar zit het microfoontje. En Tom, jij slaat. En Emma, jij slaat Aniek. Is goed. Nou, is goed, ja. Helemaal leuk. Hard slaan ook, hè? Ja, goed. Kan het publiek lekker lachen. Oké, okay, nou, allemaal in een flinke slok. Ondertussen ga ik even aan jullie vragen of jullie de telefoon erbij willen pakken. Ja, want dan kunnen jullie. Dit is leuk filmen. Dan kunnen jullie erna lachen.
Dus als je dan denkt van, oh, we hebben nog geen materiaal of zo van Social Squad, dan kunnen jullie hierna lekker lachen. En stuur het vooral naar ons toe, want dat vinden we leuk. Oké, zijn jullie er klaar voor? Oké, helemaal goed. Dan gaan we met z'n allen aftellen, want zij kunnen dat nu niet meer doen. Van 3, 2, 1, let's go! Komt-ie. Jouw podium afgestuurd, want ik ben hem een beetje klaar. Nou, Jesse! Papa gaat winnen. Heel eerlijk, oprecht, heel eerlijk, is niet alleen omdat ik Joost fan ben en een tattoo van hem heb. ik denk oprecht dat het echt heel veel kans maakt. Want, ja, jullie zijn allemaal nog wat jong, maar de grabberindustrie in Nederland is echt een cultuur. En hij heeft zoveel aspecten in zijn nummer zitten waarvan ik gewoon denk,
Ja, Joost gaat het maken. Mensen die hier, zeg maar, dan richt ik me even tot de oudjes. Of de oudjes, sorry. De ouders. Ja, kunnen jullie het horen of staat de gehoorapparaat uit? Maar dan richt ik me even tot jullie. Kijk, de jaren 90, DJ Paul Elstak. Nee, maar ik heb hetzelfde met Emma. Kijk, ik ben ook fan van Joost. Ik heb ook een tattoo van Joost. En ik merk gewoon dat nu ook de oudere generatie Joost nu ook een podium geeft. Ja, en ik moet ook heel veel zeggen, heel veel mensen snappen hem niet. Ik vind Joost oprecht een poëet en een kunstenaar. En ik vind dat hij echt kunst maakt van zijn muziek. Dus ik denk het wel. Ik hoop dat heel Nederland staat te hakken dan, hè? Ja, dat is een beetje stom. Zo gaan wij erover beginnen, dan blijven we lullen. Over wie? Joost. Joost. Oh, okay. Joost. Ja, hier laat ik Joost vast. Oké, okay. Deze vraag. Oh. Esmee? Ami Mee. Ami Mee. Amy Mee. Amy Mee. Amy Moe. Amy. Hallo. Hoe is het? Nee, hoe heet je naam? Amy. Amy, ook de achternaam. Oh, hoe is het? Hoe is het? Ik zou dat ook antwoorden, dus ik snap je. Wat is de vraag? Jij vraagt aan ons, hoe oud zijn jullie? Nou, ik ben 18, Aniek is 19 en Jesse is 21. Ja. Hey, maar Aniek, doe jij even de laatste vraag? Is goed, ja. Oké, dan wil ik wel een tromgeroep. Vol! Ja. Even kijken. Groen! Groen! Ja, maar dit is een heel zielig antwoord. Oh. Aan allemaal, van Louise. Waar zit Louise? Hallo. Hallo Louise. Wanneer komt er een nieuwe show? Ja. Oh, dat deed je erom, hè? Dat deed je erom. Ik ga zo weer huilen, hè? Ze voor de show echt dan een half uur gewoon water vallen bij haar wangen langs. Ja. Echt, dat is niet normaal. Nee, ja, dit was eigenlijk de laatste. Dit was echt, dit is in echt theater, de laatste. Dit is onze laatste theatershow. Ja. Maar weet je wel wat ze altijd zeggen? Save the best for last. Ja, hè? Ja. Hint. Hè? Nou, dan was dit de laatste vraag. Van de laatste? Van de laatste Q&A. 69. Danny Lost School Girls 69! Ik heb je sokken! Dat geloof ik niet. Geen gehoor. Nee, ik denk dat, dit is heel typisch, ik denk dat dat een scam is. Een scam? Ja, voor de mensen in de zaal die niet weten wat een scam is iets wat niet waar is. Meestal worden die berichten verstuurd door robots. Dus, jij wilt zeggen dat Danny niet love schoolgirls? 69, ja. Als je je telefoon even kijkt. Hallo, ik weet het, ja. Wil jij nou misschien mijn sokken kopen? Wilt u de sokken kopen? Wil je misschien mijn sokken kopen? Een euro per stuk. Nee. No. 200 euro. Hey, maar als u, ja, maar als u dan na de foyer even in de foyer... Ja, als u na de voorstelling ja. Even naar de foyer komt, dan kan je mijn sokken kopen. Maar voor 200 euro dan? Of? Nee. Ik zal wel wat zakken in de prijs, maar niet voor een euro. Maar ik ben wel een hele coole girl, hè meneer? Ja. Ja, iedereen heeft toch wel zo'n ding, jongens? Of ja, ik hoop geen sokkending. Ik hou je in de gaten. Maar een guilty pleasure ding. Ja? Nee, ja, zoiets wat je altijd wel een keer had willen zingen of dansen of playbacken. Maar wat je eigenlijk alleen maar in je slaapkamer doet. Ja. Nee, Aniek, nee, jij niet. Nee, klopt. Nee, want jij lag hier daarnet ook echt niet in een zeemerminnenstaart op een rots. Dat is echt geen guilty pleasure hoor. Dat doet echt iedereen een Papendrecht op zaterdagavond. Tuurlijk! Oké. Nee, maar dat is juist super leuk. Ik vind het juist super cool dat jij jezelf kan en mag zijn. En juist op zo'n platform zoals TikTok. Ja. Aniek, ik heb iets leuks bedacht. Ga het maar halen achter mijn telefoon. It's fantastic, yeah.
shows. En dat wordt niet te vergeten. Onze steun en toeverlaat. Onze allerliefste Marie! Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Super. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel allemaal voor het komen. Ik denk dat wij onze TikTok show nu al echt vandaag hebben afgesloten. Met een TikTok. Dankjewel. Koop een poster, wij komen daar zo ook. En dan gaan we met jullie allemaal gezellig op de foto. En voor nu een hele fijne avond. Dankjewel allemaal! Ding. Oh, je vertrouwt mij? Och, crisis. Ach, ja, ach, wat moet ik doen? Maar ik moet hem gewoon zo vasthouden. Had jullie in Bergen wat beloofd? Je had ons wat beloofd. Joehoe! Waarom? Oh, mijn god. Ik moet hem beneden houden. Ik moet hem zo houden. Hallo. Ja. We hebben Noah Blindenburg stickers. Ja! Joehoe! Ik vind het een kermisattractie. Joehoe! Het is niet goed voor jouw ADHD. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Mooi, heel mooi. You. Ik wil hem ook vasthouden. Oh! Shit, wat doet hij? Wat doet dit ding raar? Drie knopjes. 1, 2, 3. Oké, kom. Zullen we een foto maken? Het is een mooie foto. Het is vet. Oké, gewoon zo lachen toch? Oh, Amiek, ik zie je niet. Ja, mijn foto maakt uit. Maak wel screenshot. Ah! Krijg. After party! Joe! Ik is ook helemaal geen trans. Oh, mijn god. Oh, mijn god, hij doet niet uit. Joe! Oh, jongens, ik was dus bij de meet-and-greet van de rest van de groep weggegaan. Toen ze allemaal achteraan de rij. Zodat ik de laatste trein naar huis kon halen. Eindstand, die rij was zo lang dat ik hem alsnog niet heb gehaald. Ik kan nou wel bij zonder om zijn buurt komen, maar verder. Goed, papa het allemaal. Hij wil hem ophalen. Nu gewoon weer jongens met de scooter waar ik niet comfortabel bij voel. Ik zit op het busstation. Maar ja, ik kom dus ook weer niet thuis. En dit is gewoon de derde keer achter elkaar of zo. Ik ga dat mondkapje nou ook niet meer opdoen, want ik krijg het alleen maar benauwd. Oh, want je neemt mij door recht, dus ik ben er soms. Dus hier kan ik het toevallig. Ik heb een kwartier overstap naar mijn trein naar Breda. En dan Breda moet ik weer overstappen.